Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Dit is een lange vlog. Ik heb namelijk mijn hele dag gefilmd. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En laat even in de reacties weten of dat je dit nou vaker wil zien. Of dat je dit leuk vond. Verder is het vanavond kerstavond. Dus ik wil jullie voordat deze video begint in ieder geval hele fijne kerstdagen wensen. En dat het maar heel veel eten mag zijn. En heel veel chocola en dingen, Nutella, alles. En verder wens ik jullie natuurlijk ook heel veel plezier met het kijken naar deze video. Hoi, ik ben Jill Huibrecht en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlog geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 18 december. En ik heb vandaag wedstrijd met Ens in Liemde. Waar ik vorige keer toevallig ook met Graafje was. Dus ik dacht, nou dan kan ik deze dag wel weer vloggen. Want dat is wel redelijk interessant om te zien. Ik heb mijn wedstrijdshirt al aan van Piqueur. Ik heb wel nog een donkere broek aan. Want ik moet eerst matje nog rijden. Graafje heeft vandaag vrij. Moeten we nog wel even een planning maken voor vandaag. Van hoe ik het ga doen. Want Ens moet ook nog zijn manen en zijn staart gewassen worden. En dat moet natuurlijk op tijd droog zijn. Dus ik ga daar ook even beneden een planning daarvoor maken. Maar ik heb dus al in ieder geval hierboven voorbereid dat ik dus mijn wedstrijdshirt al aan heb. En een broek aan. En dan neem ik mijn wedstrijdbroek neem ik mee. En ik heb mijn sok ook al klaargelegd. Dus daar ga ik nou even allemaal mee naar beneden nemen. En even eten en dan snel de stal. Ik heb trouwens even nieuwe oortjes voor aan mijn instructie set, zeg maar, waar mama mij door helpt. En dat zijn... Oh, hoi Sam. Sam, ben je thuis? Mama komt net terug. Het is nu 8:30, dus was ik semi-uitslapen vandaag. Maar ik heb dus, hoe heet dat, die nieuwe oortjes gekocht, want ik had laatst nog nieuwe... Van die witte van, weet ik veel welk merk, maar die zitten dus echt zo wat tegen je hersenstam aan te duwen, zo diep. En dan zeg maar, dan doen ze eigenlijk wel goed hun werk, maar voor mij te goed, want dan ben ik echt half doof. Nou ja, zeg maar echt gewoon doof als ik die dingen in heb. En dan hoor ik alleen maar heel diep, zeg maar, mama praten. En ook al doe ik er maar één in, want dat doe ik nu telkens, maar ja, dat is echt too much. En dan hoor ik zeg maar niks meer van de omgeving. En dan, ja, dan doet iemand iets aan de zijkant van de bak of zo. En dan vlieg ik er in één keer bijna af, omdat ik dat dus helemaal niet door heb, omdat ik niks hoor. Dus ik heb nu deze weer gekocht, die had ik ooit. En die zijn gewoon fijn en dan hoor ik nog een beetje de omgeving. Die werken niet te goed, zeg maar, voor muziek of zo. Dus ja, ik ben hier wel blij mee. Het is wel veiliger. We zijn op stal. En ik ben via voor gelopen, dus ik moet even wel verder lopen. Er zijn de paardjes, ze staan allemaal te kijken. Hey Graaf, ga je lekker mee naar buiten? Even deze omdoen bij Ens. Matje heeft die ook om in de wei, Graafje niet. Maar deze doen altijd hele wilde handstand. Ga deze omdoen? Zo, het staat allemaal weer buiten. Matje en Ens. Graafje komt er zo aan. Die komt via daar. Die komt nog hier. Ah, gosje. Lekker rollenbollen. Moet ik dadelijk weer eraf poetsen. Hoepla. Daar is Graafje. Ik wil er niet in. Dat gaat wel. Nou, hij wil. Ja. Ja, hij vindt het wel steeds leuker ook, het idee. Ga ik even op een standbeeld staan. Gaan we lekker rollenbollen, Graafje. Ik wil misschien even vertellen wat de planning is vandaag. Want ik zei net dat ik die ging maken thuis. En zij staan nu alle drie buiten. Dus ze gaan eerst even naar buiten.
Dan ga ik nu denk ik even mijn hoofdstel poetsen. Mijn zadel kan nog niet, want en zijn matje gebruik ik hetzelfde zadel. Dus als ik die nu ga poetsen, ja, ik moet matje nog rijden, dus dat heeft weinig nut. Dus ik ga mijn hoofd alvast poetsen, dan kan ik dat alvast doen. En dan ga ik matje uit de wei halen, want ja, die hoeft alleen maar heel even te rollen en even een beetje te spelen. Een beetje los stappen. En dan ga ik die rijden. Dan wil ik ongeveer om 11 uur daarmee klaar zijn. Dan ga ik Ens wassen, zijn manen en zijn staart. En dan ga ik mijn zadel poetsen en alles in de vrachtwagen leggen. En dan ga ik, even denken hoor. Oh ja, Ens vlechten. En dan is het denk ik altijd om te gaan. Dus ik denk dat zo. En dan kan ik mama misschien nog een beetje helpen natuurlijk met de stallen en zo. En heel misschien nog even de kast opruimen. Want die is echt zo vies. Daar hebben we alles in geflikkerd toen we zeg maar hier aankwamen. Een tijd geleden dat we hier verhuisd zijn. En ja, nu is het wel echt tijd om even op te ruimen en alles netjes neer te leggen. Dus misschien als ik tijd over heb dat ik dat nog even doe. Maar ik ga nu snel matje, of snel mijn hoofdstel poetsen zodat ik snel matje kan rijden. En dan heb ik misschien nog tijd over. Mijn hoofdstel is klaar. Kijk nou hoe mooi die blinkt. Echt waar, dit kan mijn camera gewoon niet aan. Zo erg blinkt hij. Neusriem ook. Shiny, shiny. Wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, ik poets tegenwoordig met dit spul. Heb ik gewonnen. De zadelzeep. Ik weet niet, maar ik koop dat soort dingen nooit. Ik koop alleen maar echt paardenspullen of zo. Ik weet niet. Ik denk daar nooit over na dat ik zadelzeep of zo moet kopen. Dus ik gebruik het ook nooit. Ik doe het altijd gewoon met deze. Die ik ook heb gewonnen. Maar deze die had ik dus nieuw gewonnen. Weet ik veel. Zadelzeep. Ik dacht, let's try. Tijd geleden. En het werkt wel op zich. Dus nu doe ik dat de hele tijd. Dan maak ik het dan mee schoon. En dan doe ik die andere eroverheen. Nice. Alle spulletjes liggen. Jezus. Klaar? Tijd om macho te gaan halen. En vandaag heb ik een wortel. Als lokmiddel. Kijken of dat hij erin trapt. Ik kijk nu al achterdochtig. En zo denkt hij, ja, kom jij maar eens hier met dit oranje dingetje. Ik moet jou hebben. Jij. Kom hier. Matje, kom dan. Maar, oeh, daar komt hij. Hé, hey, kijk eens. Een lekker worteltje. Zo, wij zijn er klaar voor. Vandaag gaan we denk ik een beetje aan de draf werken. Daar waren we eigenlijk al de hele week een beetje mee bezig. Dus dat gaan we doen. Verder geen idee wat ik gisteren ook weer gedaan. Ja. Ik heb aan de draf gewerkt, toch? Ja, vandaag weer doen, denk ik. Ja. Dat is echt een smeerkees. Gewoon, kijk die staart, die kleur. En die wordt echt iedere week gewassen. Dus het is allemaal, eeuw, ik heb op mijn witte ding. Oh god. Shit. Uh-oh, vlek. Ja, die wordt dus iedere week gewassen. En daar zie je helemaal niks van bij Enzels altijd. Dus ja, we gaan weer even flink boenen. Misschien haal ik even de hoge drukruim hier erop. En dan is die denk ik wel schoon. Ik ben nu enkel zo'n woeste maan aan het wassen. Maar hele dikke manen. Vinden jullie het leuk om een keer onze wasroutine te zien? Dan
Laat het even in de reacties hieronder achter. We kunnen dan misschien wel een keer laten zien hoe wij de paarden wassen. Hoe wij ze zo schoon mogelijk krijgen voor een wedstrijd. Misschien is dat wel in de volgende video. Dus als je daar leuk vindt, laat het even weten. Enzels is helemaal schoon. Oh, wat was het een werk. Wat was het een werk, hè, koetje. Ja, dat was zo vies. En Martje zit terug vanuit de wei. Gaafje ook natuurlijk. Ik wilde nog dit laten zien. Oh, het is gevallen. Dit had ik gewonnen. Vorige week of zo met Martje. Een oornetje en een zwarte vliesdeken. Ik weet niet wat het precies is. Ik denk dat het oornetje. Geen idee wat ik hiermee moet. Van Isabel Weert. Oké. En deze deken. Het is wel een fijne vliesstof. Een beetje zo'n dikkere vlies. Jij ziet het wel. Het is niet zo'n hele gladde. Die nemen niet zo super veel vocht op. Dat is dan wel iets beter. En er zitten ook singles aan, zie ik. Ruitershop.nl. Alright. Ik ben nu de spulletjes in de vrachtwagen aan het leggen. De zadel, het hoofdstel en zo. Daarom kwam ik ook dat ding tegen. Want die lag nog in de vrachtwagen. Van de kadervormingswedstrijd in Utrecht. En ik ga nu vlechten. En dan inpakken en wegwezen. Vandaag doen we grote knotjes. Want we moeten even opschieten. Nou, deze meneer is klaar. Hij heeft een heel raar voorknotje. Maar dat komt, heb ik even alleen zo vast gedaan. Dan komt het oornetje overheen natuurlijk. En ik heb hem heel snel ingevlochten. Het zijn een soort, eerder bloemkolen dan roosjes geworden. Hij heeft echt hele dikke manen. Maar goed, hè. Het is maar een rondje om de kerk. En ik heb nog even zijn staart mooi bijgeschoren. Dit ziet er nu wel gekkig uit. Dan keek hij een mooie billen. Dat heb ik ook nog even gedaan. Dat ligt daar. En zijn staart is natuurlijk helemaal mooi schoon. Die moet nog wel een beetje drogen. Gaat daar ook wel gebeuren. Gaan we nu nog even laten plassen. Hè? En dan gaan we vertrekken. Zo, het staat. Hij heeft een extra touw altijd aan zijn hoofd hangen. Want anders heeft hij in circa 3,5 seconden al zijn knotten eruit geschuurd. Dus we hebben altijd vlechtspullen weer bij ons voor Ens. Maar we hopen dat hij vandaag een beetje volwassen gaat doen. En dat hij alles lekker laat zitten. Mama heeft al gestart, dus het blauwe lichtje gaat aan. Gaat de deur dicht. Zien we jou zo, Enza. Nou, Jill zit er al op. We moesten even opschieten, want we waren onderweg. Hoi. Chaillé. En toen kwamen we tot de conclusie dat de weg afgesloten was. Dus toen moesten we eerst naar Eindhoven. En toen weer helemaal terug via Sint-Oederode. En toen kwamen we hier aan. Toen moesten we echt hup vlug. Dus Jill is nu onderweg naar de losrijring.
Back homie. Hands down. Gezondheid. Hey jongens. Oeh, jij moet plassen, schatje. Strootjes eten en plassen en Enza. Plassen. Ik ga nou gauw Macho en Graaf in de molen zetten, want die willen er ook wel even uit. En dan alles snel opruimen en naar huis. Nou, ik ben inmiddels weer thuis en ik zit achter de computer, vandaar het licht op deze site. En ik ben aan het eten. My fave. Good noodles. Het is trouwens 5:30. Dus we zijn eigenlijk wel de hele dag vet onderweg geweest en bezig geweest. Dus nu heb ik wel een beetje honger. Ga ik nu even lekker eten. Ik denk niet dat dit het enige is als jullie mij een beetje kennen van Instagram. Komt vast nog iets vets achteraan of zo. Of iets met heel veel chocola. Dus, maar dit is een appetizer. En Chaye komt zo nog. En ik denk vanavond moet ik nog een interview geven voor het Rabo Talententeam. Dus nog een beetje een drukke zondagavond. Maar maakt niet uit. Nu even een beetje relaxen achter de computer en eten. Zo, het is inmiddels 7:15. En Koosje gaat me zo bellen voor een interview. Ik zit beneden. Ik heb even gedoucht. Ik heb mijn beertjespyjama aan. En hier ligt mijn beertje. Het is een bolletje. En Chaye komt zo. Ik heb een beetje rode wangen, want douchen zie ik. Lekker warm. En wilde ik nou zeggen... Oh ja, dat wilde ik zeggen. Ik wil nog even vertellen hoe het eigenlijk was gegaan. Ik ga er even voor zitten. Oh nee, niet voor zitten. Nou, ik was dus gestart met Enzels in de Prison George. En dit was zeg maar de eerste keer weer dat hij gestart is sinds Blue Horse. Waar hij het heel goed had gedaan in Denemarken. En ja, ik had niet echt een goede proef gereden. Op het voorterrein was Enzels echt al een beetje, ja, niet echt lekker in zijn vel of zo. Hij had een beetje spierpijn, een beetje bozig, ja, een beetje... ja, hij liet wel echt zeg maar merken dat hij een beetje spierpijn had en zo. Dat doet Enzo sowieso wel heel snel. Dus aan de ene kant is dat wel fijn. Want ja, je wil natuurlijk ook niet zeg maar dingen overbelasten of zo. Dus het is wel fijn dat hij het aangeeft. Maar het is echt onze eigen schuld. Want ons management was deze week misschien, als we zo terugkijken, niet echt top, zeg maar, trainingsmanagement richting deze wedstrijd. Want we waren echt de laatste tijd een beetje aan het doortrainen met Enzels thuis. Ja, om wat dingen te perfectioneren en zo nog naar Blue Horse. En ja, daardoor zijn we denk ik wel wat moeilijke dingen gaan trainen, waardoor hij een beetje, zeg maar, spierpijn heeft gekregen. En ja, toen hebben we zeg maar wedstrijd gereden. We hebben wel zeg maar, natuurlijk heeft hij gewoon rust gehad en zo. Maar ja, we hebben toch denk ik een beetje te veel de moeilijke dingen zeg maar getraind. Dus waardoor hij dus een beetje spierpijn had en niet helemaal lekker in zijn lijf zat zeg maar. Dus dat merkte ik een paar keer en ook met losgaai al. Dus ik zat er een beetje voorzichtig op. Ik heb toen ook zeg maar eigenlijk wel met losrijden, toen ik het merkte, met mama besloten van oké, we zijn hier nu en we gaan zeg maar gewoon even, laten we maar gewoon simpel lopen. We gaan niet te veel proberen en dingen veranderen en zo. We laten hem gewoon even lopen. En Enzels is natuurlijk best wel een beetje schrikkerig snel. Dus nou ja, dan kunnen we altijd nog gaan voor dat hij in ieder geval een goede ervaring krijgt in de ring. Dus nu hebben we een beetje tegen elkaar gezegd van nou, dan doen we het gewoon, dan rijden we gewoon lekker die proef door met niet te veel druk en niet te veel moeilijke dingetjes. Als hij maar gewoon het proefje heeft gelopen. Dus dat hebben we gedaan en ja, dan is natuurlijk is lichte toe wel best moeilijk. Dus ja, je moet natuurlijk wel gewoon die onderdelen en zo rijden. Dus het is niet dat het echt een wereldproef was of zo, maar hij heeft hem wel gewoon doorlopen en hij was echt totaal niet bang voor zijn doen. Ik vond hem echt heel braaf, mama ook. Dus daar waren we echt super tevreden mee. Vooral nadat hij zeg maar zo lang al niet mee is geweest.
Dus ja, dat is dan echt wel een top, zeg maar, van die wedstrijd van net. En ja, ik moet er zeg maar iets beter voortaan rekening houden met dat Enzo's wel... ja, dat die eigenlijk dat we dan zeg maar wat andere dingetjes moeten trainen in de aanloop naar de wedstrijd. Ik kwad 63% of zo. Ik weet niet hoeveel ik ben geworden, want ja, dat is natuurlijk niet super hoog score of zo. Dus hoe heet dat? Dan kan je gewoon naar huis bij de subtop. Uiteindelijk weet je niet je plaats. Dan weet je wel je plaatsing. Dat zie je dan op internet of zo. Maar ja, je hebt toch een beetje je eigen doelen en zo. Dus het maakt, zo'n score maakt eigenlijk niet super veel uit. Omdat je toch zelf weet van ja, ik sta hier en dit moeten we nog verbeteren. En dat moet nog beter. En ja, je hebt toch zelf zeg maar wel je eigen plan. Dus wij zijn zeker niet ontevreden of uit het veld geslagen of iets. Dit is gewoon meer iets in een leerproces van ons met Enzo's. Want hij is natuurlijk nog hartstikke jong en wij moeten ook nog echt steeds dingen met hem ontdekken. Van oh, dit kan wel, dit kan niet. Ja, al met al toch nog heel blij met dat hij zo braaf rondliep. Want dat is natuurlijk ook wel echt ontzettend fijn. Dat hij gewoon met veel vertrouwen die proef doorloopt. Dus, ja. Ik ga daar nog even een interviewtje doen. En dan zal Jaye er denk ik ook al wel zijn. En dan, dan geen idee. Dan gaan we denk ik even series kijken. Daar is die dan. Hallo mensen. De Jari. Alweer. Oh ja. Maar nu wil ik heel graag gewoon gaan chillen en slapen. En morgen is het weer maandag. Dus dan moeten we weer allemaal dingen doen. Ja. Dus, Ik begin het werkende leven weer. Ja, vooral voor jou. Oké. Ik wil hierbij eigenlijk de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.